kwartiertje van maart. Wanneer begint de lente ook alweer? Of loop ik nou op de zaken vooruit? Nou, we hebben al lente gehad. Ja, dat is waar. Precies. Als je... Zeg maar, een weekend vol een pak sneeuw van 20 centimeter, wat was het? En de week erop was het 18 graden. Ja, en het is een verschil dan van min 15 naar 18, hè? Dus dat is een graden verschil, hè? Dus je zou je al in de zomer kunnen wanen. Ja, ik heb vroeger iets geleerd over global warming, et cetera, bij aardrijkskunde. Nou, het zit er denk ik wel aan te komen. Ja. Ja, nou, ik vind het, als er sneeuw ligt, vind ik dat dan niet zo erg. Een beetje positiviteit geeft de zon mij in ieder geval. Hoe is dat voor jou? Hoe gaat het bij jou in je omgeving in deze tijden? Steeds moeilijker, eerlijk gezegd. Ja. Ik merk zelf ook dat het mentaal echt wel een ding wordt. Want er is gewoon nul perspectief. Ja. En om mij heen zie ik ook mensen die eigenlijk altijd het glas half vol hebben. En die nou gewoon... gewoon plat, ja, gewoon... Ze weten het gewoon niet meer. Ze weten gewoon niet meer wat ze moeten doen. Ja, ja, het is moeilijk. Maar we hebben eigenlijk geen keuze. We moeten volhouden, we moeten er doorheen. En dan komen er betere tijden. En dan zitten we weer met dat biertje op het terras. Hè? Zo werkt dat. Ja. Hoe werkt dat eigenlijk voor de jongere generatie? Want ik hoor op de nieuwssites dat er ook veel problemen mee zijn. Veel uitdagingen in deze tijden. Alhoewel dat ze creatief zijn in het voeren van de examens bijvoorbeeld en dat soort dingen. Er zijn al testen die met de festivals, hè, dat wordt al getest. Dus er is hoop. Hoe werkt dat met de Venrijse jongeren eigenlijk? Daarover ging ik in gesprek met Suus. Dus kijk maar even mee. Nou ja, bij hier in de Zoom-meeting Suus van Dijk. Suus, welkom. Hallo. Voor de mensen thuis, wie is Suus van Dijk? Ik ben Suus. Ik ben 18 jaar en ik woon in Oostrum. En ik doe een opleiding in Venlo. In het laatste jaar zit ik. En ik ben sinds kort eigenlijk heel erg bezig met het stukje jeugd en het corona gedeelte, omdat ik toch denk dat er dat het hier extra aandacht aan besteed moet worden, wat we nou ook steeds meer zien in de media. En daar ben ik eigenlijk mee bezig mee, over het nadenken, kijken of ik een stukje kan bijdragen daaraan. Ja, zo heb ik jou inderdaad ook leren kennen via de media, via Wim de Schrijver eigenlijk in specifiek. Ja, even een stukje corona. Hoe ervaar jij het zelf op dit moment? Ik zelf, ja, ik ben niet zozeer van de, ja, hoe zeg je dat, van het typische uitgaan en zo, zoals die normale jeugd dat doet. Dus ik identificeer me meer, wel hetzelfde, maar op een andere manier. Dus ik probeer me heel erg in te leven in die groep die dat wel heel erg heeft, want dat kan ik ook heel goed begrijpen. Ik zelf vind het, ik heb er moeite mee, met het beloop ervan, zeg maar. Met andere mensen die daar last van hebben, merk ik door die mensen die daarover spreken, zeg maar. Dat doet mij heel veel. Dat zoveel mensen er last van hebben. En niet gewoon dat het jammer is of moeilijk is, maar dat het echt wel erin hakt. Dat vind ik heel lastig om te horen. Ja, ik zelf probeer het altijd optimistisch te bekijken. Maar als ik ga kijken naar hoe ik de andere, mijn leeftijdsgroep eigenlijk aanspreek en hoe ik dat ervaar. Ja, daar ben ik wel van geschrokken. En daar dat vind ik heel lastig eigenlijk om het zo te benoemen. Omdat ik echt merk dat de last heel hoog is. Ja. Hey, even een vraagje. Ik heb ergens gelezen van beslissingen genomen worden voor de jeugd in plaats van met de jeugd. Ervaar je dat ook zo? Ja, er worden beslissingen genomen nou waar we niet omheen kunnen. Dat is ook door hoger bepaald, waar we niet omheen kunnen. Inderdaad, ik merk, het zou de mogelijkheid om er iets over te zeggen, denk ik dat gevoel dat je krijgt, dat je er invloed over hebt en dat niet de keuzes voor jou worden genomen. Ik denk dat dat een gevoel is dat heel veel mensen missen, zeg maar. Ik hoor heel vaak terug
Van dit wordt me ontnomen, dit is net of ik gestraft word. Ik heb hier niks over te zeggen, mijn controle is weg. En ik merk dat die factoren een hele grote invloed spelen op hoe mensen hiermee omgaan. En ik denk, en vooral de jeugd, dat die op die manier, wat ik heb ervaren, dat vooral die op die manier nu functioneren, zeg maar, op die manier de denkwijze hebben. En ik denk dat als de mogelijkheid er zou zijn, als ze het gevoel zouden krijgen van oké, we hoeven hier niet klakkeloos erin te gaan. We hebben de kans, we hebben de mogelijkheid om hier iets over te zeggen. Of te veranderen is een ander aspect. Maar om er iets over te zeggen, om een mening te laten horen. Misschien dat dat al wat opluchting levert, dat je controle niet helemaal bent verloren. Of dat je nog mening hebt die je kunt geven, of een verandering of iets in bij kan dragen. Dat is wat ik nu probeer te doen. Maar ik denk dat voor heel veel van mijn leeftijd dat anders bevat. En dat snap ik ook helemaal. Ja. Heb je daar zelf ook een idee van hoe ze dit beter aan kunnen pakken, zeg maar? Mm-hmm. Ja, om vooral specifiek naar het stukje jeugd te kijken. In plaats van de jeugd bij de rest te betrekken. Omdat er toch twee heel erg verschillende doelgroepen zijn. De jeugd en de oudere generatie. Denk ik dat het heel belangrijk is dat je die ook verschillend bekijkt, zeg maar. Dat je daar verschillende kijk op hebt en verschillend daar reglement op aanpast. Of dat je ons anders aanspreekt. Dus op een andere manier of op een andere... Ja, dat is een beetje. Ik denk dat dat wel een verschil zou kunnen maken. Ik merk dat je heel erg... dat je jouw verantwoordelijkheid wilt nemen hiervoor. Zodra er weer een beetje perspectief is voor jongeren, als in nu zijn de getallen, zeg maar, de aantallen die gaan omlaag. Dus het is wellicht mogelijk dat we in de toekomst weer wat meer mogen. Hebben jullie dan ook ideeën, of willen jullie dan met een groepje ook nadenken over wat er mogelijk is? Of hebben jullie daar hulp bij nodig? Of noem maar op. Je bedoelt denk ik met de aangepaste maatregelen? Als het ietsje losser wordt? Ja, precies. Ja, dat. Ja. Dan. Ik denk dat er zeker mensen zijn die zich daar ook betrokken bij voelen. Of die zich daar ook over na willen denken. Omdat het toch... we moeten het toch maar doen. Het is niet anders. Dit is nou hoe ons leven eruit. Voor zoveel mogelijk jongeren leefbaar houden. Dus inderdaad het stukje van als de maatregelen daar versoepeld zouden kunnen worden. Dat we daar weer naar uit kunnen kijken. Of dat we daar weer... Dat een opluchting geeft. En ik denk dat er daar inderdaad een aantal mensen zijn die daar ideeën over hebben. Uiteraard hebben we dan ook ondersteuning nodig over hoe we dat kunnen uitvoeren en hoe we dat kunnen aanpakken. En of wat mogelijk is. Want ik weet persoonlijk zelf ook niet alle mogelijkheden die er zijn, wat wel en niet mag. Maar ik sta er bijvoorbeeld zeker voor open om daar mijn bijdrage aan te geven. Absoluut. Nou, dat is heel fijn om te horen. Wil je voor de mensen die dit zien, wil je nog iets kwijt? Niemand heeft er controle over wat corona doet. Of dat corona is ontstaan. Iedereen zou willen dat het er niet zou zijn. Helaas kunnen we er niet zoveel meer aan veranderen dat het er is gekomen. Maar de oplossing en het einde is in zicht. En ik denk dat het heel belangrijk is om niet de hoop op te geven over de toekomst. Nou, dat zijn hele mooie woorden waar je mee afsluit. Dus hou vol. En als jij ideeën hebt die bij Suus aansluiten, of wil je een gesprek met Suus, dan mag dat zeker. En Marloes, jij geeft ook niet op als het gaat om de agenda, want je blijft hem bijhouden, hè? Nou ja, het is de laatste tijd gewoon minimaal, moet ik zeggen. Maar ik verwacht eigenlijk, als we weer wat meer kunnen, dat het echt, dat die bom vol gaat staan. Ja. Maar jij kon daar wel iets meer over vertellen, dacht ik. Klopt, ja, dankzij jou. Want zoals gezegd, we moeten een slag om de arm houden als het gaat om de agenda. Zo staan er nog heel veel activiteiten van de Schouwburg gewoon in onze agenda. We blijven dat doen, omdat wij domweg niet weten wanneer het wel weer kan. Dus zorg ervoor dat je wel even op de linkjes blijft klikken om te kijken hoe de actuele stand is van de activiteiten op de website.
Maar wat kan er wel? Ja, de stadswandeling bijvoorbeeld, dat kan wel. En misschien niet georganiseerd. Dan kun je hem gewoon zelf doen. Hè. Blijf gewoon lekker wandelen. Maar hou ook de VVV-site in de gaten. Want 6 maart staat er weer een stadswandeling op het programma. En wellicht kun je hem gewoon volgen. Want ja, het is gewoon lekker in de buitenlucht. Dus hou dat in de gaten. En ook Molen Nooit Gedacht heeft iedere maand zijn open dagen, zeg maar. Dan kun je daar mooi gaan kijken. Wie weet gaat dat wel door. Dus hou dat ook in de gaten. Hij staat gepland voor 13 maart. En 14 maart staat er in de Bibliotheek van Ven Rijn schrijversbijeenkomst op de planning met Judith Koelemeijer vanaf 11 uur. Eind maart, 27 maart, stonden de lammetjesdagen gepland. Lekker knuffelen met de dieren op de boerderij. Die zijn helaas al verzet. Nou ja, helaas, dan kunnen we er in ieder geval nog wel van gaan genieten. 11, 12 en 13 april staan ze nu op de planning. En de popronde, ja, dat is toch wel een doorn in mijn oog. 28 maart was gepland. Ik vrees het ergste, maar ik hoop wel dat er dan nog een inhaalslag komt. Want ja, evenementen hoeven niet per se afgezegd te worden. Ze kunnen ook gewoon verplaatst worden. Dat is ook gebeurd met de Solisten en Ensemble Festival 2021, wat ieder jaar georganiseerd wordt door de FNV. Stond gepland op 20 en 21 maart. En Marloes, die is niet van de baan, hè? Die is gewoon verschoven naar begin van de zomer. Ja, wat ik inderdaad nu, wat ik gehoord heb, de laatste stand van zaken, is dat ze het rond eind mei willen gaan plannen. Ja. Dus eigenlijk ook een soort van proefje voor het examen, het muziekexamen van heel veel leerlingen. En dat is echt alleen maar goed. Maar daarover gesproken eigenlijk. Het volgende interview, dat is ook met een echte muziekliefhebber. Okay. Kijk maar even mee. Ja, Bart Lemme van de Nationale Muziekloterij. Bart, van mij geen onbekende hier in het Venruise Veld. Wat kennen de mensen ervan? Of kunnen de mensen ervan kennen? Ja, ik ben al op meerdere terreinen actief. Ik ben al jarenlang lid van Fanfare Moed en IJver in Blitterswijk. Maar daarnaast ook zakelijk partner bij Klaassen Molenbeek, partner als bedrijfskundig en financieel advies. En ik denk dat de meeste mensen mij misschien kennen van het uitrollen van een glasvezel in Venray. Maar dan daarbij ben ik ook vicevoorzitter van de PLA's in Venray. En haal ik mee op cultuurgebied in ieder geval ook met andere dingen bezig. Ja, precies. Een bezige bij noemen ze dat, denk ik. Het hoeft toch niet te vervelen. Meestal vervel ik mee niet. Ik kom meestal nog eerst iets te kort. Ja. Dat is voor mij wel herkenbaar. Maar waar ik ook nou over spreek is de Nationale Muziekloterij. Je ziet een van de grondleggers, heb ik me laten vertellen. Hoe is het idee ontstaan? Nou, ik noemde net wat functies op in de cultuur. En tot een aantal jaren terug was ik ook penningmeester van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. En als ik kwam bij verenigingen was het altijd Bart, hoe gaat het met O? Tweede vraag was Bart, hebben we nog geld? He? Oftewel, muziekverenigingen zien altijd op zoek naar geld. Wat ik daarin vaak zag, en ook bij mijn eigen vereniging, maar ook bij heel veel andere verenigingen waar ik toen dat iets ook regelmatig kwam, alles is gerelateerd aan als we iets gaan doen, een jubileum, een concert, en dan moet de sponsorskwestie van stal en die gaat de boer op om geld op te halen. En dan al stoppen die inkomsten vaak weer. Want ja, dan zeggen ze, ja, we hebben niks georganiseerd, we kunnen niks doen. Buiten de contributie hè, is er eigenlijk niks wat doorlopend is. Want ja, subsidies zien we ook steeds meer dat elk jaar weer of elke 3 jaar weer, maar wel de vraag is of je die krijgt. Mm-hmm. En met dat gegeven, mede dat de tijd van leden de grootste uitdaging wordt voor alle verenigingen, maar zeker ook voor muziekverenigingen, had ik het idee van, okay, we moeten op een andere manier dan nou gaan kijken en zullen we iets kunnen bedenken wat ervoor zorgt dat de muziekvereniging ook op een andere manier, maar wel regulier inkomsten verzorgt. En zo is eigenlijk het idee van muziekloterij ontsproten. Even voor mij, ja. Muziekverenigingen zien orkesten of huren er ook koren en andere muziekverenigingen bij? Alles wat muziek maakt en zich in een stichting of vereniging georganiseerd hebt, en dat zal ik dadelijk even toelichten,
kan zich aanmelden. Dus dat geldt voor harmonieorkesten, voor varen, brassbands. Maar zeker ook voor koeren. Het kan ook een popband zien. Het kan zelfs een zangeres zien. Hè? Maar ook bijvoorbeeld een schutterij met een muziekafdeling. Hè? Die hebben ook vaak trommelkorps of trompetterkorpsen. Alles wat muziek maakt, kan hier aan meedoen. En zeker als ze een achterban hebben, kan dat zeker interessant zijn. Dus het is echt niet alleen maar voorbehouden aan de harmonie of de fanfares. Dan kom ik natuurlijk van oorsprong wel het meeste met in aanraking. Maar dat geldt voor alle soorten muziekverenigingen. Maar wel belangrijk dat ze georganiseerd zien. Wij moeten wel richting de verantwoording waar we de gelden, het goede doelen aanbesteden. Want we wel kunnen aantonen dat dat een goed doel is. En als de klein koor is met, ja, weet ik wel, 3 man en iemand beheert dan wat de gelden. Maar dat staat op een privénaam, daar kunnen we niks met. Dat kunnen we niet verantwoorden. Dus daarom zei ik van, moet wel echt georganiseerd zien. Veelal in vereniging of stichtingsvorm. Nou, ik kijk van niks, schat de zon op. Hè? Het is niet zo van, ik meld me aan en ik zet de website. Via onze website kunnen ze dan voor die vereniging kiezen. Dat wil niet zeggen dat, als je dat doet, dat dan direct de euro's binnenstroomt. Zo werkt het niet. Als vereniging zit er zeker tiet met kwiet. Maar andere activiteiten die je doet, die blijven ook steeds terugkomen. En het voordeel van muziekloterijen is, als je eenmaal een x-aantal loten hebt, die komen elke maand terug, die spelen gewoon met. Elke deelnemer kan elke maand ook opzeggen. Hè? Dus het is ook niet zo dat deelnemers er verlengd aan dagen aan vastzitten. Maar de muziekvereniging kreeg dan met echt gewoon een veel bredere body rondom zich heen. Mm-hmm. Hoeveel tijd je er aan kwijt ziet, dat bepaalt de vereniging zelf. Willen mensen meer informatie hebben, dan gaat dat bij ons het handigst als je via info@muziekloterij.nl gewoon een verzoek stuurt of via onze website de gegevens invult van, oh god, ik wil meer informatie. Ja, mooie woorden om af te sluiten. Bedankt, Bart. Nou, superleuk. En dat komt toch maar weer hier vandaan, hè? Ja, die Bart die is me wel een bezige bij, moet ik zeggen. Inderdaad. En wat ook hier vandaan komt, ik weet niet of je ervan gehoord hebt, Anlak Venray, Meet and Play? Ik heb er wel al van gehoord, maar verder eigenlijk ook niet zo. Weet ik er niet zo heel veel van. Ja, het zit nog in de startfase en het sluit mooi aan op wat Suus, hè, waar zij mee bezig is. Het is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar om daar activiteiten voor te gaan organiseren. Er zijn een grote diversiteit aan organisaties die hebben de handen ineengeslagen, onder andere Cultuur en Venray. En die hebben zich verenigd tot Onlak Venray. En dan Meet and Play. En dat kan zowel online als offline zijn. Het is maar net waar de tijd om vraagt. En daar zoeken ze nog leuke ideeën voor. Dus ja, laat dat brein van jou maar eens rammelen, Marloes. Want er komen vaak de meest toffe dingen uit. En misschien kunnen we dan nog wel een leuke activiteit verwachten voor de jongeren. En misschien zit jij wat te kijken en denk jij, ik weet al wat. Nou, dan kun je gewoon even mailen naar post@ryland.nl. Ja, en als je mail wil weten, Marloes, dan mogen ze altijd jou even mailen, toch? Ja, zijn we voor, toch? Daar zijn we voor, zo is dat. Ja. En volgens mij hebben we alles alweer gehad voor dit cultuurtje, of niet? Ik denk het wel. Ik hoop dat we volgende maand gewoon weer op pad mogen. Even lekker de buitenlucht in. Dat zou fijn zijn, hè? Dat we niet meer via Zoom hoeven te doen. Ja. Keeping the fingers crossed. Ja. Oké. Okay. Dankjewel voor het kijken allemaal en tot volgende maand. Ja.